In het weekend van 14, 15 en 16 oktober was er weer een gezellige herfstfair in Venray. Wat kan ik behalve herfstblaadjes en paddenstoelen op de herfstfair verwachten? We hebben een diversiteit aan exposanten die hun producten presenteren en verkopen. En dat zijn zo'n 100 exposanten, dus het is een diversiteit aan producten, dus het kan alle kanten op. En heeft het dan met interieur of zo te maken? Of wat voor producten kan ik verwachten? Ja, het is interieur, lifestyle, mode, huidverzorging. Maar ook de innerlijke mens wordt verwend met chocolade, kruiden. Nou ja, noem maar op. Het is enorm divers. En hoeveel standhouders zijn er hier op de herfstfair? We hebben rond de 100 exposanten dit jaar. Ja. En komen ze allemaal uit de regio of is het landelijk? We zijn ik denk dat dat een mix is van een regionale exposant en eigenlijk ook wel landelijk. Dus echt wel een mix, ja. En komen er ook mannen? Is er ook iets voor mannen te zien of te doen? We hopen zeker dat er mannen blijven komen. Die zijn er al heel veel geweest vandaag en gisteren. Maar die hopen we ook morgen te ontmoeten. We hebben namelijk een mannenplein waarin we ook echt voor de mannen een diversiteit hebben aan wat de man wil zien en wat de man wenst. Ja. En wat is dat dan zoal voor mannen? Dat gaat van motoren tot heerlijk broodje pulled pork. Tot aan een traprenovatie als je daar informatie op wil hebben. Dus heel breed. En de herfstfair is één keer in het jaar, neem ik aan. Maar is er nog een andere fair wat er mee te maken heeft? We hebben de herfstfair dus in het najaar. En we hebben april, 7 tot en met 9 april, hebben we de vrouwendagen. En dat is ook een consumentenbeurs waar een heel leuk thema aan gehangen wordt. En waarin we dus hopelijk weer de vrouwen helemaal mogen gaan verwennen. Ja. En dan wordt samengewerkt met de Creabeurs of... Ja, het Crea Weekend valt samen dit jaar met de herfstfair. Eigenlijk alle jaren. Het is de vierde editie van de herfstfair. En in principe werken we altijd samen. Het versterkt elkaar enorm. En de doelgroepen komen heel erg dicht bij elkaar.